En dan zitten we hier bij Strip 2000 met... Ja, met wie zit ik hier eigenlijk? Met Ilke de Blauw en Tjaco Evenboer. Samen heeft Kok. Jullie zijn hier vanwege twee boekjes. Yes, we hebben een vakantieboek. Ik mag hem laten zien. Vakantieboek. En we hebben een herdruk van ons album 5. Wat hebben jullie met bananen? Wat hebben we met bananen? Ja, dat is een beetje een eigen leven gaan leiden. Wij hebben op een gegeven moment in een cartoon een keer een banaan in de achtergrond gelegd. Omdat, nou ja, vonden dat cool. En toen deden we het nog een keer. Ja, we legden eigenlijk ook wel stukken kaas of weet ik veel gekke dingen. Cavia's. Gewoon in de achtergrond, omdat we ruimte over hadden. En, maar die bananen zijn toen een beetje een eigen leven gaan leiden. En mensen gingen vragen waar is de banaan als die er niet in zat. En, dat is een beetje een gimmick geworden. Dus, okay. Ja. Hoe is Evert Kok ontstaan? Wij waren huisgenoten in Leeuwarden. Opleiding communicatie. En dat was niet zo'n hele zware studie. En we maakten altijd wel gekke liedjes en sketches en dingen met elkaar. En toen zijn we op een gegeven moment cartoons gaan tekenen. Ja, klopt. We hebben wel gelijk gezegd van, nou, dat vinden we wel leuk. We gaan het elke week... Dan gaan we dat op internet plaatsen. En in het begin werd het 20 man gevolgd of zo. Maar op een gegeven moment liep dat wat uit de hand. Ja. We zijn er in 2002 mee begonnen, denk ik. En vanaf 2003 kreeg ik de naam Evert Kok. En toen is het eigenlijk vanaf dat moment steeds iets serieuzer geworden, zou je kunnen zeggen. Ja, en inmiddels, hoe serieus is Evert Kok? Nou ja, kijk, wij zijn na onze studie zijn we samen een bedrijf begonnen in grafische vormgeving. En Evert Kok was daar altijd een onderdeel van. Tegenwoordig is het eerder andersom, zeg maar. Is Evert Kok en andere humordingen het voornaamste wat we doen. En komt er het grafische werk, dat doen we nog steeds, maar dat komt dan op de tweede plek. Ja. Is het nou lastig om elke dag weer iets te bedenken? Nou, we bedenken niet letterlijk iedere dag iets. We maken iedere week sowieso een verse Evert Kok cartoon. En daarnaast doen we cartoons en opdrachten, cartoons voor magazines. Ja, kijk, weet je wat het is? Op een gegeven moment, dan, als je dit al heel lang doet, dan krijg je een soort woordgrap gen. Dan ben je de hele dag, alles wat je hoort, vertaal je naar mogelijke woordgrappen. Het heeft wel impact een beetje op je leven. Ja, dat gebeurt regelmatig dat je s'nachts wakker bent en wakker wordt. En dat je dan denkt dat je dan opeens ideeën krijgt die je moet opschrijven en zo. Heb je nou ook dat mensen, als mensen jullie kennen, dat ze dan verwachten dat jullie elke keer iets grappigs weten te zeggen? Nou, nee, dat gelukkig niet. Nee, nou ja, weet je, ik maak constant woordgrappen, dus kijk, die zijn niet altijd even grappig, maar gelukkig heb ik... Ze zijn heel vaak niet grappig. Ze zijn heel vaak niet grappig. En, maar ik heb gelukkig nog nooit gehad dat mensen zeggen, vertel eens wat grappigs. Oké, okay. Naast de boekjes met de cartoons heb je nou ook een vakantieboek, maar dat is volgens mij niet de eerste keer, hè, dat jullie dat doen? Nou, een vakantieboek wel. Ja, wel echt een nice vorm. Het is vooral de eerste keer dat we meer doen dan cartoons, althans in gedrukte vorm, want dat we eigenlijk... Eigenlijk een beetje sinds de opkomst van Twitter en Facebook zijn wij op een gegeven moment ook wat verder gaan kijken dan alleen de cartoon. Soms dan wil je een grap maken, iets actueels en dan moet snel en dan leent zich dat gewoon beter in een one-liner of in een photoshopje dan in een cartoon waar je gewoon een aantal uur werk aan hebt. Dus dat zijn we op een gegeven moment gaan doen en dat heeft ons ook best wel veel dingen, goede dingen opgeleverd. Dus we hadden voor dit vakantieboek zoiets van laten we dat alles wat we doen qua humordingen gewoon eens lekker bundelen. En, dan krijg je ook een lekker veelzijdig ding. Het is niet dat je alleen maar naar cartoons aan het kijken bent, maar er zitten allerlei vormen van humor eigenlijk in. Dus en dat maakt het ook echt iets wat zich goed leent voor een vakantieboek. Gewoon, ja. En in ieder geval ook nog wat te doen. Ik zag een aantal puzzels. Kryptogrammen gemaakt. Cursus Spaans. Kwokkiaanse woorden erin. Maar zo'n cryptogram, daar zal toch heel wat werk in zitten? Ja, kan ik me zo voorstellen? Nou ja, dat klopt. Maar wel heel leuk om te maken. Dus, Ja, kijk, de cartoons die we maken zijn natuurlijk al heel erg georiënteerd op de Nederlandse taal. Want het is natuurlijk heel veel woordgrappen en taalverdraaiingen. Dus dan is een cryptogram... Ja, dat is één stap verder, maar dat ligt wel in het verlengde van wat we doen natuurlijk. Jullie doen ook iets met t-shirts, geloof ik, hè? Wij doen zeker iets met t-shirts. Ja, we zijn op een gegeven moment ook een beetje gewoon als zijproject een t-shirtwinkeltje gestart. En dat was al een beetje, verkochten we een shirtje per maand of zo.
Maar op een gegeven moment zijn we dat wat serieuzer aangepakt. Zijn we ook meer via Heftepok dat een beetje gaan promoten. En nu is dat ook best wel een groot onderdeel van wat we doen. We hebben voor mij iets van 60 verschillende ontwerpen. Oké, dat is veel. Ja. Allemaal humor georiënteerd. En allemaal een beetje in de humorhoek. Wat we vooral veel doen is, dat is echt... Een belangrijke t-shirtlijn van ons is dat we... Je hebt van die shirts waar van die onzinwoorden op staat. Van die vintage, ja. Denim, high quality, huppeldepup. En dat doen wij ook, maar dan met echt willekeurige woorden. Dus wij maken shirts met blokfluitles, cavia, gebakken aardappeltjes en dat soort dingen erop. En dat is wel iets wat... dat zijn wel shirts die we goed verkopen, zeg maar. Okay. Die doen het wel goed. Hoorde dat je niet van meer dan 80.000 volgers op Twitter hadden? Nee, Facebook. Ja, Facebook okay. Hebben we er 82.000, Twitter zitten we nu op 21.000. Oké. Okay. En nog iets van 15.000 op Instagram. En, het zijn bizarre getallen. Dat is wel echt het leuke van deze tijd. Dat je toen ons eerste album uitkwam, toen bestond Facebook nog niet eens in het Nederland, zeg maar. En nu is dat wel een van onze voornaamste kanalen om het aan de man te brengen. Want we krijgen vaak de vraag van, maar waar ken ik jullie cartoon van? Welke krant staan jullie? Ik denk dat je het van Facebook kent. Je bereikt soms meer mensen met via Facebook dan als je in de Telegraaf zou staan. Dus, ja. Nou, hartstikke leuk dat jullie even de tijd wilden nemen om hier te komen voor, natuurlijk, hè, voor... Het signeren naar de fans en de liefhebbers, maar ook even om te gletsen over bananen en grappen. Graag gedaan. Dank jullie wel.